worteld. Ik verdedig Nederland. Ik verdedig de nationale staat. Ik verdedig datgene wat wij al eeuwen hier hebben opgebouwd. Ik verdedig de gemeenschappelijke tradities. We zijn zo negatief over onszelf. En dat is gewoon zonde, want Nederland is een van de mooiste landen die er zijn. En daar mogen we best trots op zijn. Maar je moet wel zeggen, dit zijn onze waarden, dit vinden wij belangrijk, dit is Nederland, dit is onze geschiedenis, hier zijn we trots op. Maar ben jij nationalist? Ja. Ik ben een aanhanger van de nationale staat en dus een nationalist. Nee, ik ben juist trots op wat er gebeurd is in de Gouden Eeuw. Rembrandt, deze grachtenpanden, we hebben de hele wereld verkend, we gingen overal handel drijven. Dat is iets wat de basis vormt voor Nederland zoals wij het nu kennen. Daar moeten we niet afstand van nemen, dat moeten we juist uitdragen. Ja, maar we hebben een groot gevecht te voeren. Voor of tegen Nederland. Voor of tegen immigratie. Voor of tegen de natiestaat. Voor of tegen de EU. Voor of tegen al die windmolens. Nederland eerst, ons eigen land, onze eigen mensen. En dat is het project van Forum voor Democratie. Dat we weer op moeten komen voor Nederland. Dat de toekomst niet aan de globalisten is, maar aan de patriotten. Wij zouden het rijkste, mooiste, meest interessante land ter wereld kunnen zijn. We hebben een soort algehele weg met ons mentaliteit in Nederland. Het is niet zozeer mijn recht als Kamerlid om dat aan de orde te stellen. Het is mijn plicht. Dat we kortom de geest weer terugvinden die ons eeuwenlang heeft vergezeld. Dat we echt een nieuwe stip aan de horizon plaatsen. Als we kortom een omslag maken, dan zijn er geen grenzen aan wat we kunnen bereiken. We kunnen zoveel doen. Ik denk echt dat dat een nieuwe Nederlandse droom kan zijn. Het is een droom waar ik in geloof. En dat is wat wij willen bewerkstelligen. En het is nooit urgenter geweest dan nu om dat te bewerkstelligen. Het is nooit noodzakelijker geweest dan nu dat mensen van goede wil de handen ineens slaan.